Ja, goedemorgen allemaal en welkom bij dit webinar genaamd Digivaardig in de Zorg in Serieuze Zorg. Mijn naam is Jelle van Deurzen van TTS. Naast mij bevinden zich virtueel weliswaar mijn collega's Twan Rutte en Henk Arts, die ik zo beide het woord ga geven. Alvorens wij gaan starten, heb ik nog een paar huishoudelijke mededelingen, dus ik zou graag naar de volgende slide willen gaan. Ja. Kunnen we meteen testen of alles goed functioneert? Ja. Ja, allereerst, iedereen staat automatisch gemute. Wilt u toch een vraag stellen? Ja, graag. Doe dat dan via of de chat of de question panel aan de rechterzijde. Deze beantwoorden wij op het einde één voor één. De presentatie wordt achteraf ook verstrekt, ook inclusief alle bronnen voor aanvullende informatie. Daar wil ik nog aan toevoegen dat ja, Henk en ik bevinden zich nu in Duitsland. Ja, mensen die bekend zijn met Duitsland weten wel hoe het met de internetverbinding weliswaar ooit kan zijn hier. Dus mocht er hier en daar wat vertraging oplopen, dan weet u waar het aan ligt. Dus dat wil ik ook even vooraf gezegd hebben. Nog een laatste puntje, wat hier niet op de slide staat, is dat u in het midden in het scherm heeft u een balk staan. Kijk, mocht u de presentatie groter willen zien, dan kunt u daar via het balkje in het midden, via de drie streepjes zijn het geloof ik, kunt u onze camerabeelden omhoog slepen. Ja, Henk. Oké, nou allemaal welkom inderdaad in dit webinar. Ik zal beginnen om iets over de inhoud te vertellen. We gaan met name dadelijk kijken van, ja goed, hoe staat het met de digitale vaardigheid binnen de zorg? Wat levert het op als je investeert in digitale adoptie? En dan met name kijken we van wat zijn nou de ontwikkelingen op de manier waarop je die digitale adoptie kunt stimuleren. Met name ontwikkelingen op het gebied van leren. En specifiek zullen we dan inzoomen op performance support. En wat dat oplevert. En ja, ongeveer de helft van de presentatie zal bestaan uit een stuk praktijk. Die door mijn collega Twan Rutte zal worden ingebracht. Op de eerste vraag, ja, wat betreft de omvang van het probleem van digivaardigheid, ik denk dat we allemaal wel daar een gevoel bij hebben en geef ook aan de belangstelling die voor dit webinar was. Dus dat we ons daar allemaal zorgen over maken. Als we zien wat er aan bijscholing plaatsvindt en wat er aan actuele kennis is, dan blijkt dat behoorlijk laag is. Dit is komt uit een onderzoek van 2020, nut en noodzaak van investeren in digitale vaardigheden in de zorg. Je ziet gewoon dat die cijfers erg verontrustend zijn. Dat meer dan de helft van de mensen in de zorg zich toch zorgen maakt om de digitale vaardigheden. En zelfs in de VVT, de verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg, dat 20% van de medewerkers nog een digitale starter is. Dat is uiteraard heel veel ruimte om te verbeteren. En gehandicaptenzorg zien we weliswaar een lager cijfer, maar nog steeds. Ik denk dat iedereen daar telt, dat iedereen gewoon mee moet kunnen in wat er aan ontwikkelingen plaatsvindt binnen de zorg. En als we het laatste punt zien, dan zie je dat het heel vaak gaat om concrete vaardigheden, de vragen. Die gaan natuurlijk om wat de mensen direct bezighoudt. En vrijwel iedereen in de zorg heeft te maken met een ECD, elektronisch cliëntensysteem of een patiëntensysteem. En de planning uiteraard, want daar heb je elke dag mee van doen. Dus het probleem is er, we horen het ook van gesprekken die we hebben in zorginstellingen. TTS is een internationale organisatie, we horen het internationaal. Nederland loopt daarin niet achter. We zien overal een verhoogde digitaliseringsdruk. Er worden projecten opgestart, vaak projecten die parallel lopen, waardoor de druk nog eens toeneemt. En als je bekijkt wat het aan inspanning kost om een hele organisatie op te leiden voor een nieuw EPD of een ECD. Dan is dat gigantisch en er is eigenlijk geen tijd. Nou, dus
Maar het niet goed kunnen gebruiken van een dergelijk systeem betekent ook dat je tegen allerlei problemen gaat lopen. Want uiteindelijk worden behandelingen vastgelegd en uiteindelijk leidt dat tot financiering. En ook misschien wel als het verkeerd gebeurt of verkeerde zorg, wat nog een grotere ramp is. En ook vanuit de ondersteuning, de helpdesk, zien we dat er een behoorlijke ondersteuning nodig is. Nou, dat leidt ook tot medewerkers, en daar gaat het uiteindelijk om, dat er weerstand is tegen elke nieuwe digitalisering. Is niet echt affiniteit. En je ziet ook mensen daardoor onder enorme druk staan en dat het overbelast zijn en dat ook leidt tot verloop van personeel. Nou, dingen die we eigenlijk niet willen en waar we zoeken naar oplossingen. Nou, digivaardigheid is een van de dingen die daarin belangrijk is, maar wat bedoelen we daar nou mee? Wat is digivaardigheid nou? Nou, er zijn definities. Dit is onder andere van digivaardig in de zorg. En dan gaat het om een viertal items, met name zeg maar de operationele vaardigheden, in de zin van: kun je omgaan met de software, kun je omgaan met de apparatuur die we toepassen binnen die omgeving. Nou, de telefoon, dat zal vaak wel lukken, maar een tablet of een laptop is al soms wat complexer met een operating system. En dan praten we nog niet eens over de software zelf. Het gaat ook over informatievaardigheden. Hè? Hoe handig ben je om dingen op te zoeken? Kun je betrouwbaarheid van informatie beoordelen? Dat soort zaken. Het digitaal samenwerken is een van de belangrijke vaardigheden. Want we doen steeds meer in teams, online. Werken samen aan bepaalde producten. En last but not least is onder andere digitale veiligheid. Er komt regelmatig in het nieuws dat weer ergens een dossier toch op straat is gekomen of ongeautoriseerd is ingezien, et cetera. Nou, hoe kunnen we dat voorkomen? Nou, dat behoort allemaal tot het gebied digitale vaardigheid. Je zou misschien een zelfscan kunnen doen. Ik krijg deze presentatie en daar zit een link in, waardoor je zelf een test kunt doen om ook te beoordelen hoe digivaardig jullie zelf zijn. Oké, wat levert het nou op het moment dat je zeg maar echt investeert in het verhogen van die digitale adoptie? Dan kun je een aantal zaken noemen en dit zijn dan met name de zaken meer aan de kant van de medewerker. Hè. Het plezier in je werk op het moment dat je met vertrouwen de hulpmiddelen kunt gebruiken, dan verhoogt dat natuurlijk je werkplezier. En het vermindert de werkdruk aan de andere kant, hè, omdat je minder verstoringen hebt of minder vaak fouten op moet lossen, dat soort zaken. Wat ook weer een effect heeft op het verzuim in verloop. En uiteindelijk, op het moment dat we de hulpmiddelen goed kunnen gebruiken, dan betekent dat ook dat het een effect heeft op de kwaliteit van de zorg. Want we besparen tijd, we hebben betere informatie, minder fouten, et cetera. Aan de andere kant is het ook, en dat zit meer aan de organisatiekant, met name de automatisering. Informatiebeveiliging is een gigantisch hot item. Zeker met de VGA van de afgelopen jaren moeten we heel goed oppassen wat er gebeurt met de gegevens. En patiëntengegevens zijn daar nog eens extra gevoelig. Nou, we zien ook dat een lage digitale vaardigheid leidt tot meer kosten aan de ICT-kant. Dus, en aan de andere kant benutten we niet, halen we niet de waarde die uiteindelijk beoogd was met de implementatie van nieuwe technologie. En is dat een rem dus ook op innovatie? Wij zijn een club die zich met name met leren bezighoudt. Ook daar zien we dat op het moment dat mensen digivaardiger zijn, dus ook meer openstaan en makkelijker kunnen leren door zeg maar plaats- en tijdonafhankelijk leren. Omdat je met digitale technologie, met e-learning, in je plaats- en onafhankelijk zeg maar, heb je toegang tot informatie. En aan de andere kant, het totaal heeft ook nog eens een kostenbesparend effect. En dat wordt ook vaak wel gezien. Nou,
Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van leren? Waar beweegt het een beetje naartoe? Daarvoor heb ik een plaatje. Is al, als je kijkt naar de jaartallen bovenin, dan lijkt dat al oud. Maar als we kijken naar de huidige situatie van ontwikkeling op het gebied van leren, zeker ook in de zorg, zien we dat dit zo'n beetje op dit moment speelt. He, dat we van trainingen als een event, klassikale trainingen, naar veel meer leren als een continu proces. He, je kunt niet af en toe leren, je bent eigenlijk continu bezig met leren. Dus het leren verplaatst je ook steeds meer naar leren op de werkplek. En als je mensen in de praktijk zou vragen van waar heb je nou het meeste geleerd, dan zal waar heb je nou het vak geleerd, dan zal ook de meeste mensen zullen dan ook antwoorden op de werkplek en niet in de training, want daar is natuurlijk je echte praktijk. En, dus het leren is niet meer een geïsoleerde activiteit, maar moet continu toegankelijk zijn en continu beschikbaar zijn. Wat je daarin ziet, ik ga niet alle punten één voor één langs, maar dat we eigenlijk van training naar lerend werken gaan. En een electronic performance support, waar we straks wat meer op in gaan zoomen, is een van die ontwikkelingen die je ziet in een rap tempo toenemen, toegepast binnen de zorg, maar ook buiten de zorg. En misschien wel het allerbelangrijkste is dat het niet meer iets is wat vanuit een aanbodzijde wordt neergezet, maar de medewerkers kunnen het naar zich toe halen op het moment dat ze een behoefte hebben. Dus van push naar pull. En op het moment dat je het naar een pool brengt, dan is natuurlijk ook de motivatie het allerhoogst en het leereffect het hoogst. Je ziet het ook, dit is een hele recente grafiek met betrekking tot allerlei soorten leeroplossingen. En wat je ook ziet is dat de performance support in feite naar een stadium van volwassenheid is gegroeid. Waar het eerst voor een paar jaar echt een technologisch snufje was. Een hype echt. En zie je nu dat het naar volwassenheid groeit. En kunnen we met recht zeggen dat het impact heeft. Nou, wat levert het op? Performance support dan? Om verder daarop in te zoomen. Nou, een heleboel van die dingen die ik eerder noemde, van die uitdagingen op een van de eerste slides, die kun je voor een deel oplossen. Ik zal niet zeggen dat het alles oplost, maar het helpt in ieder geval enorm. He, dat de drempel voor digitalisering wordt enorm lager op het moment dat je altijd weet dat je ondersteuning direct in twee kliks 10 seconden bij de hand hebt. En je ziet dat je veel minder tijd verliest aan training, kortere inwerkperiodes, foutpercentage beperken, de helpdesk beperken. Dat soort voordelen haal je op het moment dat je van het oude model, puur klassikale training, echt gaat naar ook ondersteuning in het werkproces. En of dat nou is in een softwareapplicatie, dus op het scherm, of dat is op je mobiele telefoon, direct bij de hand in de praktijk, ook voor toepassingen die niet direct gerelateerd zijn aan software, maar wel aan innovatie. We hebben in zorg toch te maken met gigantische technologische innovatie die niet eens direct software gerelateerd is. En we zullen van beide zo meteen een voorbeeld laten zien. Nou, als je nou kijkt naar de oplossing die TTS biedt, dan is die gekoppeld aan de 5 moments of need. Dat is een methodiek. Waarin we eigenlijk proberen een oplossing te bieden voor alle momenten van behoefte. En dan kijken we eerst naar, als iets nieuw is, dan kijk je toch vooral naar trainingsinstrumenten. Of als iets meer wil leren, naar een georganiseerd leerproces. In de praktijk is het, god, hoe zal het ook alweer? Hè? Als je aan het toepassen bent en je loopt tegen iets aan, je weet niet meer hoe het werkt, dan praten we over het toepassen. Of als er een probleem optreedt, hoe kan ik snel een oplossing daarvoor vinden? En vergeet niet het laatste als er iets verandert. Nou, de eerste, dat is met name het formele leren, die eerste twee momenten. En de
moment 3, 4 en 5, dat is echt in de praktijk op het moment dat je nodig hebt in het werkproces. Dus als je kijkt naar wat we ondersteunen met onze oplossing, is dat enerzijds learning. En aan de andere kant, en excuus voor de Engelse termen, is het zeg maar de technologieondersteuning, technology guidance, maar ook vooral ook de processen en het waarom en het hoe. Het gaat niet alleen om de kliks, het gaat ook om hoe gebruik je de hulpmiddelen op een optimale manier, zodanig dat je krijgt wat je verwacht. Nou, als we kijken naar dat leren, dat we zeggen in feite al 70%, 80% soms van het leren vindt echt in de praktijk plaats. En ja, 10%, en of dat percentage nou echt 10 is of 12 of 15, dat doet er niet zo toe. Maar het echte formele leren, daar is het inzicht op vandaag wel duidelijk dat de effectiviteit daarvan een stuk lager is. En dat daardoor, zeg maar, dit lage percentage. Maar als je nou kijkt waar het geld nog steeds naartoe gaat, dan zien we dat het 90% van het budget naar formele opleidingen gaat. En daar is denk ik een echte verandering nog wel noodzakelijk. Nou, hoe werkt die oplossing die wij als organisatie bieden? Dat is de TTS Performance Suite. Op het moment dat je een verandering hebt, dan heb je te maken met tijd en je hebt te maken met ontwikkeling van competentie. Nou, vroeger deden we heel veel trainingsinspanning voordat je zeg maar de verandering live bracht. En daarna was het vallen op staan in de praktijk en leren van je collega's enzovoorts. En wat we doen met de oplossing die wij neerzetten met TTS Performance Suite, is dat we die trainingstijd gigantisch verkorten, dus inkorten, waardoor het ook makkelijker te organiseren is, dichter bij het moment dat je die verandering echt inzet. En in de praktijk zorgen we ervoor dat concrete instructies beschikbaar zijn op het moment van behoefte, passend bij de context waarin je zit. We creëren als het ware een vangnet, altijd die digitale assistent beschikbaar. Wat betekent dus dat je ook veel sneller op een hoger competentieniveau zit. Dat gezegd hebbende zie je dat ook als het gaat om de leermiddelen, dat we de voorkant ondersteunen. Dus het voorbereiden, wat gebeurt er voordat iets wordt geïmplementeerd. Een nieuw hulpmiddel, een nieuw proces, nieuwe software. Dan praten we toch over een stuk leercontent die ontwikkeld wordt. En dat kan zijn met betrekking tot motivatie, met betrekking tot uitleg van concepten, processen en dergelijke. En in de praktijk zul je zien dat het vooral bestaat uit stap-voor-stap instructies. Of meer detailachtergrond op het moment dat het nodig is. Of toegang tot studiemateriaal. Maar dit geheel zeg maar ondersteunen we. Dus het is niet een deelondersteuning. In feite ondersteunen we al die mogelijkheden. Nou, als je kijkt naar performance support, kennen we dat eigenlijk allemaal. Als je naar Google gaat, of naar YouTube, of iets dergelijks op internet, dan zou je ook kunnen zeggen dat dat performance support is. Zelfs de quick reference cards, zoals sommigen die nog kennen, is performance support. Maar is het effectief een performance support? Daar gaat het om. Die vraag die is erg belangrijk. En wij stellen dat effectieve performance support is op het moment dat het beschikbaar is, echt in het werkproces. Want dan is het dat heeft de hoogste relevantie en ook het hoogste effect. Verder contextueel, dat wil zeggen het moet aansluiten bij de context. Het heeft geen zin om toegang te geven tot een hele bibliotheek aan kennis. Als je van tevoren op basis van context eigenlijk al kunt bepalen van welke instructies zijn relevant in die bepaalde context. En context kan zijn op welk scherm je zit binnen een ECD. Het kan zijn welke rol je hebt. En op het moment dat je praat over niet software, dan kan het ook zijn de locatie waar je bent of het hulpmiddel waar je bij staat. Dus context kun je op verschillende manieren uitleggen. En aan de andere kant precies genoeg. Dus niet mensen overwelmen met een hele bak aan kennis. Nee, alleen die kennis die op dat moment relevant is. Dan praten we over effectieve performance support. En wat we dan vervolgens doen, dat ook nog beschikbaar stellen via één toegang. Je zult straks het sinaasappeltje gedemonstreerd zien door Twan.
Dus één punt, zodat het altijd herkenbaar is op het moment dat ik hulp nodig heb. Maakt niet uit voor welke toepassing. Eén punt van toegang. Daarmee creëer je dan ook één punt van waarheid. Je hoeft niet op verschillende plekken te gaan kijken. Eén toegang en daar staat de meest actuele instructie. En dat creëert uiteindelijk vertrouwen. Nou goed, en als dat ook nog eens beschikbaar is in 2 kliks en 10 seconden. En ja, alle dagen van de week. Dan heb je een hele mooie oplossing. En dat gaat Twan in de komende demo nu laten zien. Twan. Ja Henk, voordat ik het scherm overneem van je. Ik ben er klaar voor, maar in de tussentijd zie ik een vraag in de vraagbaak. Jelle, kan jij die vraag oppakken? Dan ga ik intussen mijn kant voorbereiden. Ja, doe het Twan. Ik zie inderdaad ook een vraag voorbij komen. Wel interessante voor Henk, denk ik. Waar zien jullie de financiële besparingen, is de vraag. Waar de financiële besparing zit? Uiteindelijk gaat het om efficiëntie. En efficiëntie in de tijd die mensen kwijt zijn met zoeken. Het gaat om tijd die mensen kwijt zijn met training, want je kunt de traininginspanning gigantisch verminderen. We hebben echt heel veel voorbeelden waar we tot de helft van de trainingstijd zijn gekomen. En het bespaart op ondersteuning in de praktijk. En nog los van het creëren van het materiaal, het trainingsmateriaal, wat op een enorm efficiënte manier gebeurt. Dus je hebt op verschillende manieren creëer je efficiëntie. En uiteindelijk kun je dat natuurlijk vertalen in kosten. Maar het gaat natuurlijk ook om kwaliteit. Dat zou mijn antwoord hierop zijn. Ja, juist. Dankjewel Henk. Twan, ben jij inmiddels klaar om te starten? Als het goed is, zien jullie mijn scherm. Een groot zwart scherm met eronder mijn taakbalk. Henk, kun jij dat bevestigen? Ja, dan weet ik dat ik. Ja, mooi. Ja. Goed, top. Oké. Een praktijkvoorbeeld. Wat ik ga laten zien is eigenlijk een beetje wat Henk net in de theorie neerschetste. Dat ga ik laten zien in de praktijk. Ik ga daarbij eigenlijk twee voorbeelden aan. Iemand die met een laptop werkt. En daar applicaties benadert en daar ondersteuning bij nodig heeft. Zowel algemene applicaties zoals in de zorg. En ik wil ook nog een klein stukje laten zien van mobiele support. Want niet iedereen binnen de zorg die heeft continu een laptop voor de neus. We lopen rond in een ziekenhuis, in een zorgcentrum, et cetera. En op het moment dat je daar ondersteuning nodig hebt, dan heb je dus niet altijd je laptop in de hand, maar vaak wel een mobiel device, een tablet of een telefoon beschikbaar. Dus ook daarvan wil ik het een en ander laten zien. Het voorbeeld waar ik mee ga starten, ik ga het voorbeeld laten zien aan de kant van de eindgebruikerskant. Ook heel interessant is hoe dat allemaal gemaakt wordt en snel kan worden onderhouden. Want dat is ook een voorwaarde om je content up-to-date te houden, zodat dat enkele punt van vertrouwen ook daadwerkelijk werkelijkheid blijft. Niemand wil naar een omgeving toe waar de informatie niet up-to-date is. Dus dat zit erachter, komen we vandaag niet aan toe. Dus wellicht interesse, dan laat het ons achteraf weten. En dan zijn we graag bereid om ook het maakdeel daar te laten zien. Maar nu de kant is vanuit de eindgebruiker. Nou, ik werk met mijn laptop. Ik heb toevallig een mooie, hele lege zwarte achtergrond. Sommigen hebben daar wat sprankelers op staan. Ik hou het eventjes simpel hier. En ik ben aan het werk. En in welke applicatie ook aan het werk ben, Henk noemde dat enkele punt van toegang. Nou, ik begin eventjes heel simpel met Microsoft Office. Ik ben aan het werk in Excel. En op het moment dat we hulp nodig hebben, is er dat enkele punt van toegang. En dat vindt zich hier in de vorm van een sinaasappel in de systeembalk. En met deze ene klik die ik daar opbreng, heb ik eigenlijk mijn ondersteuning in de context van wat ik aan het doen ben al gelijk in beeld. Zoals je kunt zien, wordt het scherm ietsje opzij gedrukt. Ik heb hier een supportvenster en dat herkent dat ik aan het werk ben in Microsoft Excel 365. Met allerlei helponderwerpen. Nou ga ik het voorbeeld niet doen aan de hand van Excel. Ik pak iets uit de zorg. Maar ik wil even laten zien dat de cross-applicatie op één plek van toegang applicaties ondersteunen. Ga ik bijvoorbeeld naar Microsoft Teams toe en ik switch naar Teams. Dan zal het support window herkennen. Hey, Twan is aan het werk in een andere applicatie. Laat ik Microsoft Teams tonen. Nou, datzelfde geldt voor bijvoorbeeld het werken in een andere applicatie, bijvoorbeeld een zorgapplicatie. En dit is nu een webapplicatie. Dus je zag net een desktopapplicatie. Nou, hetzelfde geldt voor desktopapplicaties. En ik pak er nog even een andere als voorbeeld. Salesforce, een andere webapplicatie. En wederom zie je dat de content
wordt getoond op basis van de context. Nou, bijvoorbeeld wat ik aanpak, ik zal Salesforce sluiten. Iets meer in hetgeen wat we nu aan het doen zijn. Ik heb een EPD, in dit geval een ECD voor me. Pluriform van AdaptCare. Dat gebruik ik nu in dit als voorbeeld. Maar een ander zorgsysteem zou hier voor plaats ook in de plaats kunnen staan. Nou, wat je hier nu ziet gebeuren is dat de context wordt herkend en de context ziet waar ik nu me bevind. Maar niet alleen op het hoogste niveau van de applicatie, ook op een dieperliggend niveau. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld hier naar aanmelding ga, dan zal die context zich zodanig aanpassen en de context herkennen waar ik me nu bevind en andere contexten, het content tonen, die meer relevant is voor waar ik me op dit moment bevind. En nou zie ik dat ik ben ingelogd als een verkeerd persoon. Dus ik ga heel even een ander pakken. Waar ik het voorbeeld wat meer op aanspreek. Dus ik heb even een andere login gepakt. Even kijken of dit de goede is. Ja, deze. Een iets ander scherm. Anders klopt mijn instructie niet met wat ik nu aan het doen ben. Automatisch wordt de content niet alleen getoond in de context van de applicatie, maar ook mijn rol wordt herkend. Dus het zou kunnen zijn dat mijn collega's en ik naar hetzelfde scherm kijken, maar toch andere hulpmiddelen te zien krijgen in het supportvenster, afhankelijk van onze rol die wij vervullen. Optioneel, hoeft niet, kan wel. Nou, ik gaf al aan in de context van wat ik nu aan het doen ben. Stel, ik heb hulp nodig bij een actie. Nou, Henk noemde precies genoeg informatie net voor een effectief performance support systeem, maar dat precies genoeg is natuurlijk verschillend voor een ieder. De ene heeft stap voor stap instructies nodig, de andere heeft meer uitgebreidere instructies nodig. Of als je iets nog nooit hebt gedaan, of een taak moet overnemen van een collega, wil je misschien wel een voorbeeld bekijken voor het daadwerkelijk uit te gaan voeren in het systeem. Nogmaals, we krijgen dadelijk een non-IT voorbeeld, zo dadelijk er nog achteraan. Dit is even in het kader van het werken met een ECD. Nou, ik wil bijvoorbeeld weten hoe dat ik nu een cliënt moet inschrijven. Nou, ik heb daarvoor onder andere een stap-voor-stap instructie. En die stap-voor-stap instructie zal ik openen en die wordt getoond zij aan zij met de daadwerkelijke applicatie. Nou, even vooruitlopend op het maakproces en het onderhouden van dit. Om dit te maken kun je natuurlijk knippen, plakken, teksten typen. De auteursoftware die er eigenlijk bij hoort bij zo'n tool is in staat om dit automatisch voor je te genereren op basis van het één keer echt daadwerkelijk uitvoeren in de applicatie. Dus het maakproces van dit is heel laagdrempelig en kan vrij snel worden gemaakt en misschien nog wel belangrijker worden onderhouden. Nou, voor de eindgebruiker biedt het mij ondersteuning in wat ik moet doen. Dus ik kan hier de stap-voor-stap instructie zoals die binnen jullie organisatie geldt, hoe jullie werken met jullie ECD of EPD, kan hier worden beschreven. Nou, klik op aanmelden, die stap heb ik genomen. Eventueel additionele informatie, die je dat kunt zeggen, een aanvullende tip. En ik kan vervolgens daar die instructie invoeren. Nou, ik moet in het veld achternaam bijvoorbeeld iets invoeren. Ik zoek op een bepaalde naam, ik moet klikken op de knop zoek. Mocht ik die knop zoek niet kunnen vinden, een beetje onwaarschijnlijk in dit venster, kan ik er eventueel nog zelfs overheen bewegen. En dan wordt er ingezoomd op het scherm om te laten zien, daar zit die knop. Dus alles ten behoeve van die gebruiker zo snel mogelijk in de praktijk ondersteunen. Nou, vervolgens wordt er gezocht en ik volg die instructie verder. Nou, ik moet nu een nieuwe cliënt gaan invoeren en ik kan daar die stappen voor gaan uitvoeren. Nou, voordat ik hiermee verder ga met deze instructie, dit is één manier van ondersteunen. Stap voor stap ondersteuning. Wil ik wat meer uitgebreidere documentatie, wat meer details, dan kan ik bijvoorbeeld een uitgebreidere instructie openen. Hier in de vorm van een leesdocument. Hier pak ik even een voorbeeld. Ook een IT-gerichte instructie van wat ik moet doen, maar dan aangevuld met eventuele extra informatie. Om wat uitgebreider de gebruiker te informeren. Maar ook informatie die niet per se te maken heeft met het gebruik van de applicatie, maar meer met je werkzaamheden, maar wel in de context van wat ik hier aan het doen ben, kan worden toegevoegd aan zo'n systeem. Want jullie organisatie heeft waarschijnlijk al een hele reeks aan documenten, aan voorbeelden, quick reference cards, plaatjes, misschien wel referenties naar overheidswebsites met regelsgeving, AVG-regels, etc. Alle documenten die in het kader van het werk wat ik nu aan het doen ben, kan ik contextgevoelig ontsluiten. En ik pak hier even een voorbeeld. Handleiding voor de eerste verantwoordelijke. Ik klik daarop en die wordt geopend. Maar ik heb hem wel aangeboden gekregen in de context van mijn huidige werkzaamheden. Nou, dit is een documentje van AdaptCare zelf. En dat kan ik dan op dit moment gaan verwerken. Goed, naast detailgegevens stap voor stap
Ik noemde al, mocht ik iets zo lange tijd niet hebben gedaan of het willen leren op de werkplek, wil ik nu op dit moment natuurlijk niet een volledige cursus in. Wel onderdeel van de tool. En ik noemde al, we ondersteunen het hele proces, zowel ter voorbereiding, momenten waarop je iets nieuws leert of je gaat verdiepen, als de momenten op de werkplek worden ondersteund. Hè, wanneer je iets vergeten bent hoe dat iets werkt, wanneer je met een wijziging te maken krijgt of wanneer je een probleem hebt en dat wil oplossen. Nou, heb ik iets lang niet gedaan, wil ik niet een volledige cursus in, maar ik wil misschien wel een klein stukje simulatie kijken wat te maken heeft met wat ik nu aan het doen ben. Een kort stuk e-learning, een e-learning blokje. Nou, ook dat is mogelijk en wordt ook gemaakt met de tool, ook door middel van een simpele opname. Alles gebrand, hè, in het kader van je eigen organisatie eventueel, zodat de look en feel herkenbaar is voor de gebruiker. En hier kan ik een stukje interactief leren hoe dat dit kleine stukje werkt voor die aanmelding. Dus ik heb hier een ondersteunend persoon erin. Ik heb een e-learning met een interactieve instructie. Klik op het menu aanmelden. Ik kan dat daadwerkelijk doen. Klik in het achternaam, doe ik dat fout en ik klik ergens anders. Klik hier in het venster. Feedback erbij en uiteindelijk laat hij zien waar ik moet klikken. Nou, op deze manier kan ik interactief dat een keer doorlopen zonder daadwerkelijk iets in de echte applicatie uit te gaan voeren. Nou, klik op zoek enzovoort enzovoort. Deze informatie is voor de gebruiker te ondersteunen direct. Nou, op het moment dat je te maken hebt met een breder proces van het aanmelden van die cliënt, is natuurlijk maar één stap in het hele zorgtraject. Daar komt natuurlijk veel meer bij kijken. En niet alleen ik speel daarin een rol, maar mijn collega's spelen daar ook in een rol. En om daar meer inzicht in te krijgen in het proces, kunnen in de context van wat ik aan het doen ben, ik zal even de e-learning sluiten, bijvoorbeeld ook procesinformatie kunnen worden opgenomen. Nou, hier heb ik een voorbeeld aan de hand van een proces voor de ambulante zorg. Dus ik ben hier bezig met dat geheel en ik klik op dat proces. En op dat moment wordt het bijbehorend portaal geopend wat onderdeel is van de oplossing. Waarin ik een proces kan bekijken. En dit is slechts een voorbeeldproces. En het voorbeeldproces toont de aantal stappen die het proces doorloopt. Heel rechtlijnig, eenvoudig om te begrijpen door een eindgebruiker. En aan elke stap zitten bijvoorbeeld ook rollen gekoppeld. Zo zie ik dat de ambulant begeleider in deze stappen een rol speelt. En dat de klantadviseur nog hier aan te pas komt. Misschien in het aanmeldingsproces en misschien ook nog wel later hier bij de afronding. Maar tussendoor daar niet specifiek een rol in speelt. Nou, op elk niveau van informatie kan dan ook weer documentatie worden gekoppeld. Dat kan zijn een PDF, dat kan zijn een werkinstructie, dat kan zijn een link naar een externe bron, een YouTube-video, maakt eigenlijk niet uit waar. Dus op deze wijze proberen we die gebruiker te ondersteunen op de werkplek, simpel stap voor stap, meer ingegevens indien nodig, misschien zelfs een stukje zelfeenheid, een eenheid voor zelfstudie, hè, om mezelf wat wijzer te maken, een procesoverzicht enzovoorts. Zo kan ik bijvoorbeeld ook complete andere informatie koppelen, hè, als in het zorgtraject. Bijvoorbeeld ergens van toepassing is dat ik de gebruiker ergens die eenzaamheid heeft en die daarin geholpen moet worden, sociaal aan de gang moet hebben. Nou, moet ik daarvoor iets hebben? Hier even een voorbeeld van de sociale kaart van Vendrai. En op die manier kan ik daar ook weer gaan zoeken naar relevante, gerelateerde informatie. Nou, mocht er support nodig zijn, ook daarvoor wordt rekening gehouden, kan ik contact opnemen bijvoorbeeld met de supportdesk van Pluriform als het om de applicatie gaat. Maar het kan ook een contact intern zijn als het niet zozeer gaat over de applicatie zelf, maar meer over de werkzaamheden. Nou, kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan Teams of aan een ander programma waarmee jullie intern communiceren. Nou, dit even als een praktijkvoorbeeld voor het ondersteunen op de werkplek. Oproepbaar altijd in de context van de actieve applicatie en cross-applicatie ondersteunend. Nou, ik noemde net even al het portaal. Wil ik nog heel eventjes naar terug. Ik zal deze even sluiten. Ik pak het portaal er even bij. Het portaal is ook rechtstreeks benaderbaar. Hè, dat de gebruiker hier rechtstreeks naartoe gaat. Dus niet in de context. En ook daar kan zonder die context kan direct het proces worden benaderd. Nou, heb ik hier wat meer processen in zitten in deze demo dan alleen gerelateerd aan de zorg. Maar ook dat proces van Pluriform met die ambulante zorg kan dus direct worden benaderd vanuit het portaal en daar de kennis tot zich genomen worden. Een vraag maken aan de hand van onderwerpen of zelfs volledige trainingen. Dus op het moment dat er een volledige training zou moeten plaatsvinden om je voor te bereiden op een applicatie, dan wel gefocust op de belangrijkste dingen die je moet weten en niet elk detail kan op deze manier aan de gebruiker worden voorgeschoteld. Hier bijvoorbeeld een Pluriform
basistraining. En die basistraining die richt je dan zelf in met alle informatie die voor de gebruiker relevant is. En die informatie kan komen uit ons systeem, maar heb je al documentatie liggen, kan deze ook worden opgenomen in diezelfde training. En die wordt getoond aan de gebruiker op basis van de rol dat die gebruiker heeft. Nou, ik ben hier ingelogd als een admin, dus ik heb een uitgebreide rol. Maar op basis van rollen kan eventueel andere content worden getoond. Jelle, voordat ik overga naar het mobiele stukje hiervan. Zijn er in de tussentijd vragen binnengekomen naar aanleiding van dit? Ja, wel degelijk. De vraag luidt, iemand is benieuwd hoe dit eruit ziet op het smartphone. Nou, volgens mij ga jij dat zo laten zien. Ja. Dus ja. Dat is één. Maar die vraagt ook, stel dat je dit bijvoorbeeld generiek wil maken, dus niet op medewerker. Want ik denk dat daarmee bedoeld wordt, dus niet op rolniveau. Wordt dat ook wel eens gedaan? Nou, sterker nog, dat wordt heel veel gedaan. Ja. Want kijk, als je het op rol gaat doen, hè, hoe meer gedetailleerd je het gaat doen en je wilt per rol informatie aanbieden, moet die informatie dus ook per rol beschikbaar zijn. Meestal beginnen klanten klein. Ik noem net in het voorbeeld, zag je in die context help, je zag stap voor stap, je zag detail, je zag simulatie, je zag processen. Nou, zo beginnen de meeste klanten niet. De meeste klanten beginnen eigenlijk vaker alleen maar met stap voor stap ondersteuning. En dat is dan een vereenvoudigde vorm en dan ook nog generiek. Dus niets per se per rol. De rolverdeling wordt eigenlijk ook al redelijk door de applicatie zelf bepaald. Dus op het moment dat ik in een applicatie zit en ik zit in een bepaald scherm, daar komen niet alle gebruikers van elke rol komen daarin. Dus op basis van het scherm waar je in zit, wordt eigenlijk al een beetje die rol vormgegeven. Want als jij daar niks te zoeken hebt, zul je ook niet geconfronteerd worden met die informatie. Dus dat bakent zich al af. Dus het antwoord is duidelijk ja, ook generiek. Het merendeel van de klanten begint generiek en besluit later eventueel over te gaan naar rollen, maar lang niet alle doen dat. Andere vraag op dit moment nog, Jelle? Nee, dankjewel. Voor nu heb ik er nog geen openstaan. Ja, kun je verder. Een klein stukje voor het mobiele deel. Nou, voor het mobiele deel, sowieso is deze, waar je nu naar kijkt, is een responsive design. Nou, wat wil dat zeggen? Op het moment dat ik het scherm kleiner maak, dan zul je zien dat het scherm zich gaat aanpassen aan de grootte van het scherm. Dus op het moment dat ik hier kleiner in zit, dan komt er een omslagpunt en dan wordt het geschikt gemaakt voor mobiel. Nou, ik ga het niet daadwerkelijk zo laten zien. Ik ga het daadwerkelijk mobiel laten zien. Dat is altijd een beetje hopen dat gaat zoals het moet gaan. Ik heb hier een applicatie. Ik zal even mijn achtergronden weghalen, zodat we focussen op de applicatie waar ik mijn telefoon kan delen. Dat ga ik nu proberen. Dus dit gebeurt altijd live. Dus even hopen dat dat gaat zoals het moet gaan. Dus ik maak nu de verbinding met mijn telefoon. Nou, dat lijkt goed te gaan. Zo, dit kan wel even ingeklapt worden. Dus ik kijk nou letterlijk naar mijn telefoon. Zo. En hier heb ik diezelfde applicatie, heb ik mobiel. Hè, wat je net zag in die verkleinde versie, die ik net hier toonde, hier. Die zie ik nu op mijn mobiele telefoon, daadwerkelijk. Dus je ziet dat het al is aangepast. Nou, dit is eigenlijk een vrij simpele manier waarin je niet eens een app nodig hebt. Dus dit is eigenlijk een mobiele weergave. De content die je echter toont, normaal gesproken op een mobiele telefoon, zal natuurlijk niet die volledige zorgapplicatie zijn. Want niemand gaat een e-learning of een instructie volgen die eigenlijk bedoeld is voor op een desktop weergave op je mobiele telefoon. Want je applicaties zijn daar anders en vaak heb je hulp nodig die niks met een telefoon te maken heeft. Maar je loopt rond in de gang. Je ziet dat er ergens hulp geboden moet worden. Er moet een bed opengeklapt worden, anders versteld worden. Je moet je handen desinfecteren, je moet de patiënt omdraaien. Nou, jullie kunnen het beter bedenken dan ik. Je hebt dus heel andere hulp vaak nodig op het moment dat jij actief aan de gang bent. Dus de manier van werken is dan ook verschillend. Hè. Ik tik nu met mijn vinger op het menuknopje. Ik zal hem eventjes terugpakken. Linksboven. Het klapt uit. Ik kan daar ook weer naar onderwerpen, naar cursussen, eventuele procesinformatie. Nou, ik ga nu naar de lijst onderwerpen. En ik heb hier onderwerpen onderverdeeld naar. Nou, en wij hebben slechts hier een voorbeeld gemaakt. Niet het meest geavanceerde, niet het meest logische misschien. Maar een voorbeeld om een groepering aan te brengen. Die groepering is volledig vrij. Dus ik kan naar hygiëne, ik kan naar werkhouding. En daar heb ik mijn instructies staan. Nou, en die instructies kunnen weer in allerlei formats gegoten worden. Dat kan zijn een e-learning, dat kan zijn een PDF. Hè. Ik pak hier een PDF. Ik draai mijn telefoon even een kwartslag, want dat wil beter hier lezen op het scherm. Dat kan zijn een PDF die ik beschikbaar stel aan mijn gebruikers, die ik nu op mijn telefoon benader.
Ik zal deze even sluiten. Ik keer hier weer even terug naartoe. Dat kan zijn een stap-voor-stap instructie. Hè? Wat is de werkhouding bij het iemand omdraaien in een bed? En ik zie dat de letters vrij klein zijn. Dat kan uiteraard worden aangepast. En ik met mijn vinger scroll ik nu over het scherm om die stap-voor-stap instructie in plaatjes te bekijken. Dit kan met tekst, dit kan met afbeeldingen. Dit kan uiteraard ook met behulp van video. Ik pak nog even een andere. Dit gaat over het... ik kan hem even niet zien. Hogerop in bed met handdoek en glijzeil. Nou, ik weet zelf daar heel weinig van af. Maar ik wil even het voorbeeld tonen. Afbeelding, textuele ondersteuning die je ziet. Maar laat ik nog een ander voorbeeld tonen. Zodat je even wat verschillen ziet. Ik ga even terug naar onderwerp. Ik klik, kan het op mijn telefoon niet aanwijzen, want je ziet mijn vinger niet. Ik ga nu even terug naar het menu onderwerp. En ik pak even een voorbeeld uit hygiëne. Ook daar weer een volledige handleiding eventueel tonen. Kan, hè, kan hem ook weer draaien. Is vaak minder geschikt voor op een mobiele telefoon. Maar op basis van wat jullie zelf beschikbaar hebben, kan die wel worden toegevoegd. Ik zou hier adviseren om het formaat wat meer te pakken in een formaat geschikt voor op de telefoon. En dan is bijvoorbeeld het voorbeeld wat je hier ziet wel veel makkelijker. Hè, dit is een echt geschikt voor een telefoon. In dit geval in portretstand recht. Ik swipe, hè, zoals het symbooltje aangeeft, naar links om naar de volgende pagina te gaan. Een instructie over handen desinfecteren. Overigens, die is ter plaatse bedacht. Dus komt niet officieel van een ziekenhuis af. Het filmpje hier wel. Ik swipe verder. Eventueel koppelen van een video. Die video kan ik afspelen. Ik zal het scherm nu niet draaien. Dan krijg ik hem volledig in beeld. Maar omdat ik nu mijn scherm deel met video, gaat dat eventjes niet goed tonen. Dus ik laat hem even zo staan. Er zit ook geluid bij. Als het goed is, horen jullie die niet. Dus ik word zelf gestoord door een textuele uitleg van de persoon. Maar dit kan natuurlijk ook om die gebruiker te ondersteunen. Nou, zo kunnen zelf op basis van vele leermaterialen kan dit ook op telefoon worden ondersteund. Nou, dit is rechtstreeks via een webinterface, dus vraagt niets aan installatie. Hetgeen wat je al op het web hebt, wordt hier daadwerkelijk getoond. Een stap verder zou een app zijn waarmee je een specifieke app op je telefoon opent. Overigens hoef je hier niet naartoe te bladeren door op je browser te klikken en dan een URL in te vullen. Dit kan met een simpele shortcut op je telefoon worden aangebracht, waarmee je rechtstreeks toegang krijgt tot deze pagina specifiek of een van de andere pagina's binnen dit hoofdmenu. Nou, op deze manier kunnen we die gebruiker makkelijk ook ondersteunen op een mobiel device. En uiteraard iPad geldt hetzelfde voor. Jelle, heb jij nog vragen binnengekomen? Ja, dank Twan. Ja, ik heb zeker nog enkele vragen en zeker ook een paar heel interessante vragen. Aan jou Twan, kun je door middel van het scannen van een QR-code op een middel passende instructie voor het middel getoond worden? Dus ik denk dat... Zeker, ja. Ja, we maken gebruik van QR-code. Dus het scannen van een QR-code doe je met je camera natuurlijk van een mobiel device. Hè. Meestal een telefoon, iPad kan ook, heeft dat ook. Maar het zal meestal een telefoon zijn die je daarvoor gebruikt. Naast QR-code gebruiken we Nearfield Communication. Jullie kennen dat ongetwijfeld van het betalen met een telefoon. Hè. Als je hem dicht bij een betaal... device houdt, dan wordt er mee betaald. Nou, iets vergelijkbaars is er met hele simpele chips in de vorm van stickers, labels, pasjes, die je overal kunt opplakken. En op het moment dat je die scant, kom je direct uit bijvoorbeeld op een van deze pagina's of een menu van onderwerpen. Bijvoorbeeld hygiëne. Het kan ook zijn dat je rechtstreeks hier in deze... Oh, ik wilde met mijn muis klikken, dat gaat natuurlijk niet. Rechtstreeks in zo'n instructie terechtkomt. Dat kan uiteraard ook. Alleen voor handelwassen zal dat wat, maar het zou kunnen met een QR-code op het zeepdispensertje. Maar ik weet niet of dat in de praktijk nou een goed voorbeeld is. Maar het kan wel. Nou, naast dat moet je ook denken bijvoorbeeld aan iBeacons. Voor degenen die daar niet mee bekend zijn, iBeacons zijn eigenlijk... Nou, vergelijk het met als je de grens overgaat van Nederland naar België en je krijgt een sms gepusht. Nou, dat moeten ze weten op basis van je locatie. Nou, een iBeacon is meer een locatiedetectie op een kleinschaliger niveau. Je loopt een OK binnen en op basis van dat jij die OK binnenloopt, ziet het systeem, hey, je bent binnen zoveel meter van dat beacon af, dan heb je deze support beschikbaar. Ook daar kun je aan denken. Nou, andere contexten zijn uiteraard ook mogelijk om op die manier contextgevoelig te zijn. Dus ik denk breder dan QR-code daarin. Ja, ja, dank Twan, dat is helder. Ik heb nog één vraag openstaan, ook met het oog op de tijd. Dus kunnen we bijna afgeronden. Maar één vraag, en die is wat meer algemener wellicht, dat Henk die kan antwoorden. Werkt jullie oplossing ook samen met een LMS?
Ja, zeker. Kijk, alle instructie die gemaakt wordt, die wordt ook weer daar waar zinvol is, kun je daar een, kun je dat structureren tot een training. En, en dat kan worden geüpload naar een LMS als training. En daar dan ook, zeg maar, kan daar een stuk tracking en rapportage op plaatsvinden. Soms kunnen we zelfs volledig integreren met het LMS, waardoor je niet eens handmatig hoeft te uploaden. En het zeg maar via een zogenaamde API gekoppeld wordt met het LMS. Dus ja, zeker voor de momenten 1 en 2 van leren is dit relevant. En kun je zeg maar koppelen met een LMS. Ja. Ja. Op het moment dat dat trouwens gebeurt, hè, ik deel mijn scherm als het goed is nog. Ja. Dat ik niet stop, nee. Ja, ja. Elke cursus die je hier ziet, die je samenstelt, kan worden geëxporteerd naar het SCORM-formaat en in de LMS ja. wordt gezet. Wat we dan meestal doen, is dat die dan niet hier benaderd wordt, maar dat dit doorlinkt naar het LMS zelf, omdat dan het LMS meer leidend is, omdat dat toch al ja. worden door de organisatie ja. wordt gebruikt. Is dat ook zinvol, ja. En kan overigens ook. Beide manieren benaderbaar. Oké, okay, ja. dankjewel. Dan hebben wij volgens mij... Of ik heb het verkeerd, we hebben geen questions meer openstaan. Ook in de chat zie ik niet staan. En mocht er nog een vraag zijn op de valreep, via de chat ja. of via de question sectie aan de rechterkant, kunt u uw vraag stellen. En achteraf is het natuurlijk ook nog altijd mogelijk om iemand van ons te benaderen met een vraag uiteraard. Dan denk ik ook, ja, gezien de tijd, dan, dat we af kunnen sluiten, dan bedank ik iedereen voor de... voor de aandacht. Ik hoop dat jullie een ja, interessante inzicht hebben opgedaan op het gebied van ja, digivaardigheid in de zorg, maar ook op het gebied van ja, nieuwe technologieën, onder andere performance sport. We hebben nu een kijk in de praktijk laten zien. Ja, mocht u naderhand nog vragen hebben, mocht u nog interesse in een specifiekere in een afspraak, een volgafspraak met een van ons, laat het ons weten. We zorgen dat jullie de opname achteraf gestuurd krijgen. Dan kunnen jullie nog altijd even op jullie gemak bekijken of eventueel delen met collega's. Nou, als jullie niets meer als jullie niets meer toe te hebben, Henk en Twan, dan denk ik dat we af kunnen sluiten. We hebben nog heel veel toe te voegen, maar het gaat aangezien de tijd gaat ja. worden. Ja. Ja. Dus, maar, dus iedereen bedankt voor de aandacht. Ja, hartstikke bedankt voor de aandacht en tot ziens. Dankjewel okay. voor het meedoen. Dank. Dank je. Hoi.